De derde misvatting is uh, ziekte ziekten werden alleen vroeger genezen. Dat hoor je ook heel veel, hè? Ja, ja dat is zelfs, daar is zelfs een officiële naam voor. Dat wonderen alleen voor de apostelen waren en heel voor de moedertaal van de Kerk. Sessationisme. Sessationisme. Dat Het uh, ja. een Het is gestopt. We hebben er in Nederlands gelukkig een makkelijke naam voor. Het heet de Streeptheologie. Ja. We dat. Dus we strepen de wonderen weg. Die waren voor toen, maar niet voor nu omdat? Wat is dan de gedachte? Omdat de gedachte is, die wonderen waren nodig om de kerk te doen starten. En er waren nodig tot de Bijbel gevormd was. We hebben nu de Bijbel, Gods woord, en dat is het volmaakte. En in 1 Korinther 13 wordt genoemd ja. dat we wachten op het volmaakte. Maar dan gaat 1 Korinther 13 niet over de Bijbel. Maar het volmaakte is als we Jezus zien. Ja. Uh, en tot die tijd, tot we Jezus zien, van oog tot oog, zijn er wonderen nodig. En, en een van de teksten die ik dan vaak gebruik om het voorzichtig, maar toch duidelijk dichtbij te brengen, is dat... De laatste woorden van Jezus zijn... Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ga op weg en maak alle volk tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En leer en onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Inclusief Marcus 16. Inclusief Marcus 16. 14 uh, staat er toch. Markus 16. Oh, maar ook zeg het goed, gelukkig. Matthäus 10 en ook Lucas ja. 10. Waar Jezus de 12 uitzuurt of de 72 en er staat altijd bij... Predik, het koninkrijk is dichtbij. Genees zieken, wek dood op. Dat zinnetje staat erbij. Genees de zieken die ja. er zijn. Niet alleen preken. Niet alleen preken. Dus alles wat ik hier bevolen heb, nou, dit is een bevel wat bij elke discipel weer terugkomt. Ga en predik en breng het evangelie en genees de zieken. Dus als Jezus aan het einde zegt, elke nieuwe discipel die je maakt, niet volgend, volgend jaar, maar ook de discipelen die die discipelen weer maken. Ja. Alle komende de generaties van discipelen waar jij en ik ook bij horen. Leren en onderhouden alles. Alles wat ik je bevolen. Dus Jezus geeft geen eindtijd. Het gaat door tot we Jezus zullen zien. Want dan hebben we geen wonderen meer nodig. Want dan is er geen ziekte meer, geen pijn en geen ellende en geen rouw. Waarom zouden we dan nog een wonder nodig hebben? Dan zijn we aanwezig bij de God van wonderen. Ja. Maar tot die tijd zijn wonderen nodig en wil God ze ook heel graag geven. Oké. Okay.